Wat ik leuk vind aan het CWZ. Nee, wat maakt het speciaal? Wat maakt het CWZ? Stoppen nog, hè? Nog niet doen, hè? Ja, toch wel het familiaire. Het knussen. Het warme. Ja, het is gewoon een gezellig sfeertje aan het ziekenhuis. Ja. Werk leuk. Nou, sfeer is goed. Het is gemoedelijk. Beetje ons kant ons sfeer zo'n beetje. Dus, menselijk. Iedere dag passeren vele duizenden mensen de deuren van CWZ. Allemaal individuele personen die gekend willen worden als mens en behandeld als naaste. En daar zijn de CWZ-medewerkers voor. Zij werken keihard om al die individuele patiënten elke dag opnieuw dat bijzondere gevoel te geven. Wat maakt het CWZ speciaal? De sfeer is natuurlijk super geweldig. Toch kleinschalig, terwijl we een vrij groot ziekenhuis zijn. De collega's, de gezelligheid onderling. De patiënten waarderen eigenlijk de aandacht die ze geeft. Zijn altijd heel positief en laten we dat eigenlijk ook altijd weten. Voor de mensen, door de mensen, zeggen ze wel eens. Hè? Het is echt ons kent ons hier. Hè? Ja. CWZ werkt aan de beste zorg voor haar patiënten. Voor ons betekent dat twee dingen. De beste behandeling en aandacht voor de patiënt als mens. Nou, op de eerste plaats de gemoedelijkheid. Je hoeft maar op een belletje te drukken en ja, ze hebben tijd voor je ook. En dat vind ik wel heel belangrijk. De ontvangst en alles. Je voelt je ook welkom. Het is natuurlijk nooit leuk, hè, om in het ziekenhuis te liggen. Maar als het dan goed is. Als ik een punt moet geven, is het maar echt een dubbele 10. We maken veel werk van zorgvernieuwing. Het organiseren van zorg op andere manieren. Zodat de juiste zorg op de juiste plek wordt aangeboden. Daarom werken we samen in de regio. Denk aan huisartsen. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en Radboud UMC. CWZ neemt graag het initiatief om die zorg in de regio te regelen. En dat doen we natuurlijk op onze manier. Pragmatisch, resultaatgericht en met de patiënt centraal. Ook in deze tijd waarin de budgetten onder druk staan, investeren we veel in ons ziekenhuis. Zo verbouwen we een aantal afdelingen en investeren we in de opleiding van onze mensen. Zo blijven we klaar voor de toekomst. Ik vind dat het in het CWZ allemaal wel een beetje gelijk. En dat is ook wel heel menselijker, vind ik. Ja, ja. Dat je de vrijheid krijgt om alles te leren. Hier is eigenlijk alles wel echt mogelijk. Dat je meeleert denken met de artsen. Daardoor ja, heb ik het gevoel dat ik gewoon kan blijven groeien. CWZ of de afdeling? Korte lijnen, je kent de collega's onder elkaar ook heel goed. De gezelligheid, de sfeer. Het spreekt in mijn warm van. Het is echt altijd één grote saaie boel en iedereen staat hier altijd met een heel chagrijnig gezicht. Dat is ook wel heel prettig eigenlijk, want dat, ja, dat humor heb ik thuis wel. Maar hier wil ik gewoon serieus werken. Bijzondere zorg wordt geleverd door bijzondere medewerkers. CWZ'ers zijn vakbekwame topprofessionals die persoonlijke zorg leveren. Daarom is het ook belangrijk dat onze medewerkers zichzelf goed voelen. Daar doen we alles aan. Want als je je goed voelt, kun je ook de beste zorgverlener zijn. Sterk in je werk voor de beste zorg voor de patiënt. We zijn hier al 25 jaar in het CWZ, hè, allebei. Ik ben vastgegroeid hierbij op de afdeling. Ik zou ook niet weten wat ik anders zou willen doen. Maar nog steeds naar ons zin, dus dat is echt wel wat. Nee, het is zeker. Echt, het is heel, ja, echt heel leuk. Ja. Ja, ik heb er een binding mee. Ik ben als 18-jarige, 19-jarige begonnen. Goed, hè? Ik ben een heel gelukkig mens, omdat ik ook in het CWZ mag werken.